De benoeming van Wim Deetman tot burgemeester van Den Haag heeft bij de bevolking gemengde gevoelens losgemaakt. Nou, het lijkt mij wel een geinige man. Ja. Hey, als die lacht, dan deint zo dat hele lichaam. Nou, dan mag ik wel. Ja, maar lachen, ik bedoel, wat heb je nou aan lachen? Slaat er nergens op, lachen. Zo'n gelul van een dronken aardbei. Ik bedoel, heel Den Haag is in puinhoop, is om te huilen. Dan gaat die burgemeester een beetje raar zitten lachen. Ik vind hem net niet goed wijs, die lacht die man. Een beetje de achterlijke. Nou, vind ik het. Ik vind het ook goed dat het een echte Hagenaar is. Ik bedoel, ze hebben niet een of andere Jan Lul uit Groningen gedropt. Ja. Nee, hij heeft keurig gesolliciteerd en hij is het gebeurd. Dat vind ik wel goed. Heel rot op gesolliciteerd. Natuurlijk niet, het is allemaal afgesproken werk. Er is wel 1-2'tje, dan schuim elkaar tot de balkie. Heb je het zelf gezegd op tv? Hè? Ja. Wat zei hij ook alweer? Ik heb nadat hier en daar de balans was opgemaakt, maar nog niet de eindkeuze was gemaakt, maar wel het signaal had gekregen van het is misschien nu van belang te solliciteren, heb ik gesolliciteerd. En dat is ook iets wat mij altijd voor ogen stond. Maar wel op een moment dat men zeker kon kiezen, want dat vond ik vanzelfsprekend. Maar niet zodanig dat men het gevoel had, we zitten in een dwangpositie. Op een moment dat men kon zeggen, nou ja, we willen hem wel of willen hem niet, maar we vragen hem wel te solliciteren. En ik heb de afweging gemaakt en ik heb dus een aantal weken geleden gesolliciteerd. Nou, dat houdt er niet voor mogelijk, wat hij er allemaal zegt. Nadat hier en daar de balans was opgemaakt en dat hij een signaal had gekregen, zodanig, dat is toch een ongelofelijke krullenluller, die man. Nou, dat vind ik niet. Hij denkt na over die dingen, weet je wel. Niet alles meteen eruit flappen, maar eens denken van, zus of zo, het kent wel, het kent niet. Het is burgervader, dat moet je hebben als burgervader. Ja, dat is een wereldrecord kromzeker. Hij zit er nog niet of hij willen we weg. Hij wil alweer weg? Ja. Hoezo? Dat zei hij toch? Dat zei hij? Ja, ja. Hé? Hey? We weten niet wat er morgen gebeurt. Rondgezegd, je kan bij wijze van spreken ook onder de tram komen. En ja, niemand is onmisbaar. Dus dat betekent dat als je eenmaal weg bent, dat valt mij trouwens overal op. Als mensen waarvan men denkt, die zijn onmisbaar, toch op enig moment weggaan. Of de positie vrijvalt. Dat alles gewoon doorloopt, dat er anderen komen en dat het weer even goed gaat. En dat gaat ook zo in de Kamer. Dat relativeer ik heel sterk. Ja, hier. Als anderen komen, dan gaat het dus net zo goed. Hij zegt, als ik onder Len 11 kom, maak ik geen moer uit. Len 11? Heb je het helemaal niet over Len 11 gehad? Het is een Hagenaar. Als een Hagenaar onder de tram komt, komt hij onder Len 11. Nee, die man zegt gewoon mooie dingen, weet je. Want hij zegt dat hij niet weet wat er morgen gebeurt. Nou, zo is het toch? Ja, dat hij onder Len 11 kan komen. Dus dan kun je nagaan hoe laat het is. Hé? Als een of andere bank een hoge positie aanbiedt, dan deed man als Deetman pleit hoor. Nee. Gaat hem niet om de Haag, gaat hem om een precisie. Nee, die man ziet het betrekkelijke van het leven in. Jorot, zo sta je hier te praten en zo leg je onder Len 11. Ja, ja, jij. Maar Deetman toch niet? Die gaat toch met zijn dienstauto naar het stadhuis, die komt er nooit buiten. Dus mannen met een precisie, hè? Die zitten nooit in Len 11 hoor. Laat staan als ze eronder komen.